zijn hier op de onderzoekslocatie Cabauw van het KNMI. De locatie hebben wij al in gebruik meer dan 50 jaar. Maar in de loop der jaren zijn daar heel veel instituten bijgekomen die ook hun meteorologische weerwaarnemingen doen op de locatie hier. We meten hier heel erg veel van de atmosfeer. Je zou kunnen zeggen bijna alles. En dat gaat van de bodem tot aan de hoogste wolken hier in de atmosfeer. Dat gaat dus over uitwisseling van bijvoorbeeld vocht tussen de bodem en de atmosfeer. Maar ook over hoe wolken ontstaan en welke invloed ze hebben op ons weer en klimaat. Wij meten hier dus volgens ongeveer 3 methodes verdamping. Dat noemen wij allerlei atmosferische methodes. Maar er zijn onzekerheden om al die methodes heen. En we willen eigenlijk die onzekerheden verkleinen. En zo zijn we eigenlijk op het spoor gekomen van de LISI-meter, wat eigenlijk meer uit de discipline van de hydrologie komt. Maar wat wel een heel onafhankelijke manier van verdampingsmeting is. En in die zin is dat voor ons heel erg interessant om die naast onze eigen methodes te zetten. En op die manier hopelijk beter te begrijpen hoe de onzekerheden in elkaar zitten. En uiteindelijk tot een kleinere foutmarge te komen als het gaat om onze eigen verdampingsmetingen. Deze metingen die zijn eigenlijk belangrijk voor heel veel facetten binnen onze maatschappij. Je ziet dat in de afgelopen jaren hebben we telkens hele droge voorjaren gehad. Waardoor de droogteproblematiek hoog op de agenda staat. En er zijn allerlei instituten die daar belang bij hebben. Er zijn waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, Rijkswaterstaat, het weerbedrijf, klimaatbedrijf. Die hebben allemaal belang bij om goed te weten hoe die droogte ontstaat en wat je eraan kan doen. Dat is eigenlijk heel goed verlopen. Het is heel leuk om te zien hoe zo'n firma als Eikelkamp zo'n instrument ontwikkelt en dat ook aandurft. Dat is allemaal nieuw. Deze zomer is het instrument geplaatst. Dat is op zich ook al heel mooi om te zien, omdat er enorm veel stapjes zijn die allemaal goed moeten gebeuren. Wil zo'n instrument uiteindelijk in het veld goed werken. En op dit moment ben ik in overleg met Eikelkamp om in de fine-tuning van hoe we het instrument precies willen instellen om voor ons de optimale waarnemingen te krijgen. En het mooie daarin is dat er binnen Eikelkamp zelf ook veel interesse is en expertise is om dat op een goede manier te doen. Dus dat is voor een onderzoeker zoals ik ook heel prettig om op die manier te kunnen sparren met de mensen binnen Eikelkamp om tot een optimaal resultaat te komen.